grote koepel torent hoog boven de gebouwen van de sterrenwacht uit en maakt zo aan de buitenwereld duidelijk, dit is inderdaad een sterrenwacht. Tevens het begin van de restauratie. En om de start extra cachet te geven, is aan de minister, die een flinke subsidie gaf, gevraagd dat startsein te geven. Ja, perfect. De eerste kleine koepel had een klokvorm en, gelet op de structuur, hoogstwaarschijnlijk een zinken huid. Later is het klokmodel veranderd in een cilinder met een kegeldak. Ja, we gaan hier staan. We gaan nu zitten. Ja, eentje. Wacht, ik stap van mijn kruk af en wacht, hou een hoortje dan. Ja, blijf nog even. Ik pak hem over. Jij kan ook zo. Ik kan wel. Ik heb een pomp. Niet, want dat zo'n gebouw een ouderdomspatina heeft, dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat kan je niet kopen en dat moet je natuurlijk proberen in stand te houden. Als het voegwerk echt versleten is en het valt eruit, dan moet je dat natuurlijk toch weer gaan opknappen. Maar ook daarvoor geldt weer van dat je gewoon heel goed moet kijken van waar is het voegwerk nou echt slecht en moet het eruit. En waar is het voegwerk gewoon nog goed genoeg. Niet hele grote verschillen te krijgen tussen de stukken metselwerk die we dus nu nieuw ingeboet hebben. En het bestaande metselwerk. Kleine beschadigingen worden wel gerepareerd en voor het uitfrezen wordt speciale apparatuur gebruikt. Het nieuwe glas is echter geen modern, vlak glas, maar juist een beetje gebobbeld om het ambachtelijke van het oude glas weer op te roepen. Maar dan toch ook weer leuk om even op te wijzen is, dan zie je dat dit pleisterwerk heeft van die ingekerfde voegen. En dat hebben ze niet zomaar gedaan. Dat hebben ze gedaan om net te doen of de toeschouwer te laten zien alsof dit toch nog van natuursteen is. Als de epoxy ingespoten wordt, dan komt er een pen in die vervolgens in de rest van het materiaal hangt. En met staalwol de kitresten van het glas verwijderd. Alle stukjes glas worden met nieuw lood vastgezet. Omdat het zink sterk krimpt en uitzet, kunnen de platen niet geschroefd worden. Door de randen van de platen om te buigen, kunnen ze met de nodige speling in elkaar grijpen. In wel 20 gangen door de machine wordt de fout steeds scherper gemaakt, tot die echt vlak gedrukt kan worden. Voor dat vlakdrukken moeten de rollers van de machine verwisseld worden. De ornamenten gaan naar een logerij waarin een bad met afbijtmiddel de verf verwijderd wordt. Het frame wordt gestraald. Kijk, en nu zie je de kleur van het staal. Nou, door die vlam wordt de zink vloeibaar gemaakt en erop gebracht, erop gespoten. Dat is groeperen. Een haakbaan is dus dat er dus twee stukken zink in elkaar haken. Dus dat moet je allemaal met de hand omzetten, 180 graden om. En dan de volgende dan contra en dan haakt dat in elkaar. Zo is die geworden. Ausgevuurd door meneer Merts en meneer Mahler. Deze aansluiting, kijk, dit is nieuw gemaakt. We zien in het gebouw dat er verschillende schilders gewerkt hebben. Probeer ik het gewoon het oude te imiteren. Twee meesterzeel en een runderoorhavenzeel op de eigen handvernis. En dan is het in heel eind de techniek benaderd die er oorspronkelijk zat. Eigenlijk zeggen van, hè,
Wat hebben ze dit gebouw nu gerestaureerd? Bijvoorbeeld, het ziet er nog zo mooi oud uit. Polyesterplaten met al die horizontale en schuine lijnen. En alle rechte lijnen zijn voor de zinkplaten. Dit is hem.